Kudanakan Mendel, family leader, Garrison Clinton, dear Anwis Sensei, Afar Tekin Fanda DC, Director Fanda SSN, Dosenten, Coordinator, and in addition, the Heer Feige Wittlam, and the Heer Jan van Sweden. Medestudenten en komende studenten, familieleden, kennis en vrienden, nogmaals groet en verwelkoming tijdens de afgestudeerden en in persoon. Mijn toespraak heeft een tweedelig karakter. Ten eerste een toespraak namens de afgestudeerden en ten tweede persoonlijk een toespraak in de hoedanigheid van parlementariër. Het jaar 2017 en met name de bijzondere hoogtijdagen in Suriname, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, zal voor ons, de afgestudeerden en ook hun families, een blijvende herinnering zijn. Terwijl het ieder zich voorbereidde om op een gepaste wijze de paasdagen door te brengen, waren wij bezig met de laatste voorbereidingen. Met name de voordracht van onze thesis. En deze laatste loodjes, die wogen het zwaarst. Ondanks dat wij het stof beheersten, kwamen er steeds nieuwe vragen opeen. Dat op de laatste moment moesten we met elkaar gaan praten. Wat is er, heb je gedaan? Die andere was nerveus, die andere zei nee, haal het, gaat het. En zo hebben we gezien dat we toch doorheen zijn. Wij hebben allemaal met succes de proef doorstaan. Het harde werk is beloond en de bekroning van ons zo met dezelfde plaatsgevonden natuurlijk. Wij, de afgestudeerden, bedanken ieder, de docenten, begeleiders, de familieleden en de vrienden, niet te vergeten de instellingen en de instituten en de actoren die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan dit succes. U heeft geholpen aan investeringen voor een beter Suriname. Tot zover ik me kan heugen, is dit voor het eerst dat er op dit niveau, een HBO-niveau, de studenten mogen afstuderen in mijn eigen district. En ook dat de uitreiking ter plaatse kan geschieden. Zoals eerder door de examinatoren, de professor Jan van Zwitten en Feike medegedeeld. Weet, als je in je eigen district kan afstuderen, wat gaat beter dan dat voor ons kunnen zijn? Wanneer onze studenten vertrekken naar elders, ziet u dat zij dan bijna niet terugkeren naar een geboorte district. En dat kunnen die ouders beamen. Ze kunnen zien en ze kunnen dat ook vertellen. Omdat wij ook in de familie zoveel hebben die naar het buitenland zijn gegaan en nooit meer terug zijn gekomen. Anderen gaan naar Paramaribo, zien het bestaan daar en blijven daar. Opvallend is het dat elk van de afgestudeerden natuurlijk voor zijn en haar onderzoekthesis een casus, een instelling of een subsector onder de vergrootglas heeft geplaatst die betrekking of invloed heeft op en voor de Nigeriaanse gemeenschap. Hieruit kunnen we verschillende conclusies trekken. Maar wat voor mij op dit moment van belang is, is de gerichtheid of toepasbaarheid van de studie in de praktijk, zoals eerder gezegd door de docenten, en zeker op de werkvloer. Er is enorm veel werk te doen aan kwaliteitsupgrading van instellingen al hier. Maar ook de nieuwe inzichten die we krijgen voor diverse innovaties op allerlei vlakken. Wat is de drijfkracht dat je stimuleert om verder te studeren? Is de vraag weer. Het is de intuïtie die jou als persoon op een gegeven moment zegt en stimuleert, gelet op je ervaringen uit het dagelijkse leven. En dat is je kennis, je inzicht en je wilt jezelf blijven upgraden. Dit is exact hetgeen wat ons heeft doen besluiten en stimuleren om verder te studeren. Ik ben heel ingenomen met de aanwezigheid natuurlijk van de
vertegenwoordiger van de DC, mevrouw Anisha Jairam. Natuurlijk, u weet dat wanneer hier een onderwijsinstelling al bewezen heeft dat wij zoveel academische kussen kunnen hebben, zoveel bachelors die afgestudeerd zijn en ook in de richting gaan van de master, dan moeten wij meer dan ooit gaan kijken om de HBO in Nigeria zeker te gaan stimuleren en ook de mogelijkheid te kijken, faciliterend bezig te zijn, zodat in elk geval de studenten hier kunnen afstuderen en dan hun krachten hier in Nigeria kunnen geven, omdat wij heel veel nog moeten doen. Tot besluit bedank ik aan ieder die hier aanwezig is en ook natuurlijk zijn het mensen die hier niet zijn kunnen komen, die ook buiten zijn. Bedankt ook voor hun ondersteuning. Ik dank u.